Dit is een bijzondere plek. U gaat hier het vroegere woonhuis binnen van Rembrandt van Rijn, de beroemdste kunstenaar van onze Gouden Eeuw. Het is een groot en voorname huis. Het werd gebouwd in hetzelfde jaar als waarin Rembrandt werd geboren, 1606. Rembrandt woonde en werkte in het huis waar we nu zijn, van 1639 tot 1658. Als we via het souterrain het huis binnenlopen, passeren we de binnenplaats. Naast de binnenplaats vinden we de keuken. Deze grote keuken was de plek waar het dagelijks leven zich afspeelde. Er werd gekookt en gegeten. In de keuken is ook een bedstede geplaatst. Waarschijnlijk sliep hier de dienstmeid dicht bij de haard. De bedstede lijkt klein, maar daar is een reden voor. In de 17e eeuw sliep men doorgaans half zittend. De mensen waren bang dat als iemand helemaal plat zou liggen, het bloed te veel naar de hersens zou stromen en dat ze dan dood zouden gaan. Zo dacht men in die tijd. Bovendien waren in Nederland de mensen toen kleiner dan tegenwoordig. Dat de mensen vroeger kleiner waren, is ook te zien aan de hoogte van het deurtje naar de binnenplaats. Met de pomp, naast het lage aanrecht, kon water worden opgepompt. Maar dat water werd niet gedronken, want het was niet zuiver genoeg. In de 17e eeuw werd vooral bier gedronken. Bier dat weinig alcohol bevatte. Wijn was voor speciale gelegenheden, want dat was duur. Het vuur in de haard was altijd aan. Vrij modern voor de 17e eeuw is het fornuis, waarin de warmte gerichter kon worden toegepast dan bij het open vuur. De rook verdween via de brede rookkap. In 1649 was deze keuken het toneel van een grote ruzie. Dat weten we uit een document. Rembrandt wilde breken met zijn voormalige minnares Geertje Dirks. Hier zouden de partijen een akkoord sluiten over Geertjes alimentatie. Maar de bespreking verliep allesbehalve soepel. Volgens getuigen viel Geertje zeer hevig en onredelijk tegen Rembrandt uit. Via de wenteltrap bereiken we de begane grond. Als we even naar links lopen, komen we in het voorhuis. Via deze statige hal kwamen bezoekers de woning van Rembrandt binnen. Langs de wanden staan stoelen met leren zittingen. Ook op wat in de inventaris wordt genoemd het zoldertje, het houten vlondertje onder het raam, staat een stoel. Wie op die verhoging zat, kon goed zien wat er op straat gebeurde en had geen last van optrekkende kou. Tegen de wand staat een eikenhouten kast. Hij is versierd met houtsnijwerk. Uit documenten weten we dat er hier in deze ruimte een kast gestaan heeft. De kast was in het bezit van Rembrandts vriendin Hendrikje Stoffels, die na Saskia's dood bij hem in huis kwam. In de kast lagen haar persoonlijke bezittingen: kostbaar linnen, zilveren bestek en juwelen van goud. Volgens ooggetuigen was de kast met inhoud wel 600 gulden waard. Omdat de kast Hendrikjes eigendom was, hoefde hij niet te worden verkocht toen Rembrandt failliet ging. Er bevinden zich hier veel schilderijen. De wanden hingen er vol mee. De schilderijen in het voorhuis waren bedoeld voor de verkoop. Rembrandt was naast kunstenaar ook kunsthandelaar, een combinatie die toen niet ongebruikelijk was. Er hingen schilderijen van Rembrandt zelf, maar vooral ook werken die geschilderd waren door andere meesters. Aan de voorkant van het huis is naast het voorhuis ook een zijkamer. Dit is de zijdel of zijkamer. Hier werden Rembrandts gasten ontvangen. En in dit voorname vertrek dreef Rembrandt ook zijn kunsthandel. Hij ontving zijn klanten met een glas wijn uit een marmeren koelvat. Dat kunnen we opmaken uit de boedelinventaris. De klanten konden plaatsnemen op een van de stoelen met een rechte rugleuning. Eventuele logiers konden blijven slapen in de bedsteden. Aan de muren hingen tientallen schilderijen waaruit de klant zijn keus kon maken. Rembrandt verkocht werken van hemzelf en zijn vele leerlingen. Hij handelde ook in schilderijen van andere meesters. De houten omlijsting van de ingang naar de zijdelkamer lijkt, net als de rookkap van de schouw, van marmer te zijn. Dat komt door de beschildering. Dit zogenoemde marmeren, waardoor het oog wordt bedrogen, zoals toen werd gezegd, werd in de 17e eeuw veel toegepast.
De klassieke zuilen die de rookkap ondersteunen, zijn wel van echt marmer. Ook bij de bedstee in de zijdelkamer zien we de 17e eeuwse mode om materialen er anders uit te laten zien dan ze zijn. De donkere delen in de eikenhouten bedstee zien eruit als ebbenhout, maar zijn in werkelijkheid alleen donker geschilderd. Als we deze kamer weer uitgaan en dan naar links, dan passeren we een kamertje waarin Rembrandt zijn etsen afdrukte. Rechtdoor bereiken we een grote kamer, de zaal. Dit was Rembrandts woon- en slaapkamer. Langs de muren staan stoelen en tussen de vensters hangt een spiegel. Een kostbaar bezit in die tijd. Aan de witgepleisterde wanden van dit hoge vertrek hangt een groot aantal schilderijen. Zoals van Rembrandts voorlopers en van zijn leermeester Pieter Lastman. Met voorstellingen uit de Bijbel en uit de klassieke mythologie. Rembrandt sliep in de bedstede naast de deur. Hoe die eruit zag, weten we van een tekening die Rembrandt gemaakt heeft van zijn vrouw Saskia in bed. Saskia stierf al in 1642, kort nadat ze een zoon Titus ter wereld had gebracht. Ze was nog maar 29 jaar oud. Op Rembrandts tekening van Saskia in bed is ook de schouw te zien. Net als op Rembrandts tekening wordt de rookkap van de schouw gesteund door twee stenen figuren, een mannen- en een vrouwenfiguur. Het fries van de eikenhouten rookkap bevat sierlijk snijwerk in de vorm van menselijke figuren, vogels, planten, vruchten, wapens en muziekinstrumenten. We gaan nu de wenteltrap op. Deze kamer, de grootste van het huis, was Rembrandts atelier. Hier schilderde hij zijn meesterwerken. Hier rook het naar lijnolie waarmee verf werd gemaakt. 'S Winters rook het er ook naar turf die in de gietijzeren kachels werd verbrand. De warmte zorgde ervoor dat de handen van de meester niet te koud werden en een model het een beetje comfortabel had tijdens het poseren. De kamer ligt op het noorden. Het koele, gelijkmatige licht is ideaal voor een atelier. Rechts bij het raam is een bijzonder hoekje ingericht. Dit hoekje van het atelier is gereconstrueerd met behulp van een tekening die Rembrandt hier zelf heeft gemaakt. Daarop is ook te zien waar zijn schildersezel stond. De onderste luiken zijn gesloten. Het licht door de bovenramen van glas in lood kan getemperd worden met een witte doek dat het licht reflecteert. Overal in de kamer liggen materialen die een schilder nodig heeft om verf te maken en doeken te prepareren. Rembrandts assistenten maakten verf door pigment en lijnolie op een platte stenen ondergrond te wrijven. Dat gebeurde met behulp van een zware steen, een zogenoemde loper. Verf werd in kleine porties gemaakt, meestal genoeg voor een dag. Als er toch wat verf bewaard moest worden, werd dat in een zakje van varkensblaas gedaan. Schilderslinnen werd op de gewenste afmetingen gesneden. Het doek werd daarna met touwtjes op een houten raam gespannen. Voordat erop geschilderd kon worden, moest het doek van één of meerdere grondlagen worden voorzien. Op planken langs de muren zien we wapens en gipsafgietsels. Zulke objecten werden door Rembrandt en zijn leerlingen als voorbeeld gebruikt tijdens het tekenen en schilderen. Als we deze kamer weer uitgaan en rechtdoor lopen, komen we in de zogenaamde kunstkamer. De zeldzame voorwerpen waren ofwel door de natuur voortgebracht, ofwel door mensenhand gemaakt. Voorbeelden uit de eerste categorie zijn de twee schildpadschilden. Een voorbeeld uit de tweede categorie is een van riet gevlochten schild afkomstig uit Afrika. Zo'n voorwerp kwam in de inventaris voor als een gebreid schild. Met een kassie met medaillen werd bedoeld een kastje voor het bewaren van munten en penningen. Rembrandt verzamelde ook een groot aantal gipsen portretbustes van Romeinse keizers en Griekse filosofen. Dat paste bij een historisch schilder, die verhalen en gebeurtenissen uit de klassieke oudheid wilde uitbeelden. Rembrandt bezat veel schelpen en koralen. Rembrandt heeft schelpen uit zijn verzameling op verschillende kunstwerken afgebeeld.
Het kostbaarste onderdeel van Rembrandts verzameling waren zijn albums met kunstwerken op papier. Hij bezat wel 70 albums met erin zo'n 8000 prenten en tekeningen. Rembrandt gebruikte de prenten en tekeningen bij het onderwijs aan zijn leerlingen. Voor zichzelf als inspiratiebron en als handelswaar. Als we de trap verder omhoog gaan, dan komen we in de kamer die dienst deed als atelier voor Rembrandts leerlingen. Nu wordt de kamer gebruikt als tentoonstellingsruimte.